Ik dacht dat het stil was, tot het stil werd. Ik ben verdrietig. Ik voel dat de toekomst zinloos is en de dingen niet beter worden. Ik verveel me en ben nergens mee tevreden. Ik ben als mens een volslagen mislukkeling. Ik ben schuldig. Ik word gestraft. Ik zou mezelf willen ombrengen. Vroeger was ik in staat om te huilen, maar nu ben ik de tranen voorbij. Ik heb de belangstelling in anderen verloren. Ik kan geen besluiten nemen. Ik kan niet eten. Ik kan niet slapen. Ik kan niet denken. Ik kan mijn eenzaamheid niet te boven komen. Mijn angst, mijn walging. Ik heb nooit begrepen wat het is. Dat ik niet geacht word te voelen. Ik heb geen verlangen te sterven. Geen enkele zelfmoordenaar heeft dat ooit gehad. Maar het is voor mij niet aanvaardbaar om te zijn wie ik ben. Onbewust verloor ik de controle. Dit is een stuk tekst uit het toneelstuk dat Sarah Kaas schreef op haar 28ste. Een maand voor haar dood. Iedereen die haar kende was ervan overtuigd dat haar werk en leven niet moet worden verward. Maar de parallellen zijn moeilijk te vermijden. Eigenlijk zouden we nu een toneelstuk spelen. Een herdenkingsdienst voor Sarah K. Maar dat gaat helaas niet meer door. Dus dit was een kleine herdenking van het stuk dat er niet kwam. Gelukkig zijn we volgend jaar terug. Hopelijk zien we jullie dan. Sterkte, lieve mensen. Tot volgend jaar.